naam is Peter Lammers en vandaag gaan we naar het circuit in Assen. Ik heb zelf ook al een paar keer circuit gereden en het lijkt me super leuk om te doen. Alleen, ik ben heel benieuwd wat er allemaal bij komt kijken. Wat heb je allemaal nodig en wat kost het allemaal? Nou, in deze aflevering gaan we dat uitzoeken. Vandaag zijn we bij de Pista Track Day in Assen. En nou, als je nou zo'n circuitdag wil hebben, dan kan je eigenlijk kiezen uit twee circuits in Nederland. Dat is Assen of Zandvoort. Natuurlijk heb je nog veel meer opties, alleen dat is allemaal net iets buiten de grens. Dan kan je denken aan Spa of de Nürburgring of Wezen. Ja, zo heb je ook nog talloze circuits. Maar vandaag zijn we in Assen en gaan we eens kijken hoe dat is. Nou, voordat je hier staat, kom je al best wel voor wat keuzes te staan. Welke auto moet je bijvoorbeeld kiezen? Nou, je kan kiezen voor de boodschappenauto van je moeder. Of voor een helemaal geprepareerde auto. Of een auto die het combineert, zoals een Ferrari. Nou, elke heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. Maar de boodschappenauto van je moeder, ja, kan je eigenlijk zo thuis wegrijden. Alleen ja, moet je hem niet aan gort rijden, anders heb je je moeder op je dak. Bij zo'n geprepareerde auto is het juist ideaal dat je lekker je ding kan doen. En als er iets stuk gaat, is het ook betaalbaar. Ja, ga je voor bijvoorbeeld een Ferrari, is het natuurlijk wel een risicosport. Maar ja, hoe al deze auto's gaan, dat gaan we meemaken vandaag. Ben je nou boodschappen auto van je moeder? Schaam. Nou, superleuk natuurlijk zo'n dag, maar het is ook een beetje de vraag, wat kost het nou? Nou, als je zo'n dag op een circuit wil zijn, kost ongeveer tussen de 250 en 400 euro. Dan ben je de hele dag en dat is afhankelijk van het evenement waar je bent. Op de Nürburgring kost een rondje rijden 30 euro. En bij Zandvoort kost 20 minuten rijden ook 30 euro. Dus dat is een beetje de prijzen waarvoor het ook kan. Maar alleen op het circuit rijden, dan ben je dan natuurlijk nog niet. Want je hebt nog een auto nodig. En daar komen los van de auto ook nog kosten bij. Afhankelijk van de auto is de boodschappenauto van je moeder natuurlijk vrij goedkoop. Alleen wel een hoog risico. Is een geprepareerde circuitauto kan tussen de 5.000 en 15.000 euro. Alleen is ook afhankelijk van wat je ermee doet. Dus leg je er een super dik blok in, ja, dan wordt het natuurlijk allemaal veel duurder. Nou ja, bij zo'n Ferrari als dit is het, daar moet je de portemonnee voor hebben. Dan zou het ook kunnen. En het is natuurlijk alle onderhoudskosten en benzinekosten die je op zo'n dag hebt. Want op zo'n dag rij je rustig een tank leeg. En natuurlijk gaat een hoop kapot. Alles wordt veel harder gebruikt en slijt ook veel harder. Dus ja, superleuk hobby, maar wel met een prijskaartje. Nou, we hopen je zo een goed beeld gegeven te hebben wat het allemaal inhoudt als je circuitrijden als hobby wil gaan doen. Bedankt voor het kijken. Laat me weten wat je van deze video vindt. En heb je leuke suggesties voor andere dingen die je graag wil weten met auto's? Laat het dan weten. Tot de volgende!